De politie pakt meestal dieven, maar in de Verenigde Staten redden agenten er deze week juist één. Het begon toen een agent iemand controleerde. Terwijl hij daarmee bezig was, stapte iemand anders in zijn politieauto. Yo, back up! Get out of my car! Yeah. 14 kids, someone just got in my patrol car. Nou, een auto stelen is natuurlijk altijd een slecht idee, maar een auto van de politie jatten is pas echt gedurfd. Hij sloeg op de vlucht. Met allemaal agenten en een politiehelikopter gaan ze achter hem aan. De man rijdt met de zwaailichten aan met een noodgang over de snelweg. En dan gaat het flink mis. 41 hard in the train tracks. University of McDonough rollover. 41 rollover at University of McDonough on the train tracks. En alsof het allemaal niet erger kon, komt er ook nog eens een trein aan. De agenten halen de autodief uit de auto en dat lukt net op tijd. De man is dus gered, maar moest wel meteen door naar de gevangenis. Hij kan een flinke straf krijgen. Voor het stelen van de auto, vluchten voor de politie, gevaarlijk rijden en omdat de politiewagen helemaal kapot is. Please, just in case I'm sticking off and hits it again.